Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Elise, dit is mijn creatieve kanaal Elise Dingen. En vandaag heb ik weer eens een unboxing voor je, maar ik heb geen idee wat ik ga openen vandaag. Ik kreeg onlangs een berichtje van Marleen van Happy Crafting of ze mij een verrassingspakketje op mocht sturen. En ik dacht, ja, leuk. Maar goed, ik heb dus geen idee wat er precies in zit, want Marleen heeft dit voor mij samengesteld. Ik heb dit niet uitgekozen, ik heb dit ook niet gekocht. Ik krijg dit van Happy Crafting en ik ga het nu openmaken met jou. Het enige wat ik tot nu toe heb gedaan is de doos geopend om te kijken of het was wat ik dacht dat het was. Of het pakketje van Happy Crafting was. En toen zag ik dit. Maar voor de rest is het dus voor mij ook één groot mysterie wat we vandaag gaan openen. Ik zie het gewoon een beetje als kerst is vroeg dit jaar. En hou je nou net als ik van unboxing video's, geef deze video dan vast een duimpje omhoog. En dan ga ik nu echt alles openen wat in dit pakketje zit. En ik begin met het visitekaartje. En die kan ik niet openen, maar die kan ik je wel laten zien. En een kaartje met Let's pop a bottle and celebrate life. Wat een leuke kaartjes. Hoi Elise, hierbij een surprise doosje vol met leuke inpakspulletjes om je cadeautjes extra feestelijk in te pakken. Oké, dus dit kan ik goed gebruiken de komende tijd. Heel veel plezier ermee en super bedankt. Liefs Marleen. Leuk! Even props voor hoe het eruit ziet. Het is ingepakt in een soort koperkleurig papier met Wow, er valt iets uit. Koperkleurig papier met gouden hartjes en ook hartjes stickers. En er viel zo net iets naar beneden. Maar waar is het? Dat is de vraag. Hé, waar is het nou naartoe gegaan? Oh ja, ik zie het hoor. Ik zie het. Het was dit schattige mini-kaartje met de tekst Ik heb je lief. Dan hebben we die alvast gezien, maar de rest nog niet. Ik ga het nu openen. Oké, dus beeld je even in dat dit heel smooth ging, oké? Dankjewel. Het gaat ook met een minuut minder smooth. Oké. Op deze manier kunnen we het openen. Hier gaan we. Oeh, ik vind het nu al leuk. Als eerste zie ik 3 rollen inpakpapier. Deze roze met een toffe print erop. Het is een beetje een combinatie tussen een soort geometrische print en een beetje een bladerachtige print. Dan zie ik inpakpapier met confetti erop. Deze vind ik heel leuk en feestelijk. Heel leuk voor de feestdagen ook. En nog eentje die is een beetje kerstig. Namelijk donker papier. Ik denk zwart of donkergrijs. Met een soort van zilverpaarse sterretjes erop. Die is ook heel leuk en feestelijk en ook best wel chic. Oké, ik ga weer even zitten, alles openen en ik laat het je zien. Oh, en wat ik nu ontdek, is dat inpakpapier ook nog een leuke achterkant heeft. Dus deze met confetti, die heeft verschillende kleuren confetti, waaronder gouden confetti. En de achterkant, of de binnenkant, dat is dus ook goud. Oeh, dat is wel tof. Dan kun je een cadeautje inpakken en dan zo'n randje omvouwen. Dat ziet er altijd heel leuk uit. Heeft dit papier dan ook een... Ja, oké. Dus die donkere met die zilverachtige sterretjes, die heeft ook een gouden binnenkant. En het roze papier, die heeft wat meer een soort koperkleurige binnenkant. Beetje koperbruin. Oh, leuk. Dan zie ik ook iets wat ik met het inpakpapier kan gebruiken. Namelijk lint of touw eigenlijk. Een donkergroene variant en een donkerrode variant. En beide hebben ze gouden details. En ik zie hier ook nog lint. En dit lint is een beetje een soort... roze meets koperachtige kleur. Een beetje een soort leverkleur. Hoe noem je dit? Een soort donker oudroze. Laten we het zo noemen. Met gouden hartjes erop. En ik denk dat dat dan weer heel leuk te combineren is. Misschien wel met dit papier. Oh, en ik zie nog meer leuk lint. Hier staat op hip hip hooray. Dus deze is wat meer geschikt voor een verjaardag. En dat komt goed uit. Want Jeroen is in december jarig. Dus dat kan ik goed gebruiken. Ook zie ik 2 van die klemmetjes. Een zwarte met zilver en eentje in het goud. En dan zie ik heel veel verschillende zakjes die heel erg leuk ingepakt zijn. Met mooie sluitstickers erop. We hebben deze 2. Dan hebben we dit zwart-wit gestreepte zakje met de tekst This is awesome erop in het goud. Dan hebben we een zakje met een soort vlekjespatroon erop en een hip hip hooray sticker erop. Oh, wat is dit? Oh, dit is een stickervel. Oh, ik hou van stickers. Dit zijn stickers van allerlei verschillende plantjes in vrolijke potten. En ik vind het heel leuk om te zien dat dit heel kleurrijk is. Want ja, misschien was het jou opgevallen, maar ik hou heel erg van kleur. Ook hebben we dit lieve kleine zakje. Deze is roze met een gouden patroon. En volgens mij is dit patroon hetzelfde als dat van het
zwarte inpakpapier. Alleen dan in het goud, waarbij die hier wat meer zilverachtig is. Ik ben heel benieuwd wat er in dit pakje zit. Dan heb ik hier een cadeautasje. Tenminste, volgens mij zit een cadeautasje met een grid erop. Dus een ja, patroon van allerlei vierkantjes. En het laatste zakje is ook zwart met wit. En daar zit een sticker op met de tekst Sparkle All The Way. Oké, nu we even een momentje hebben gehad om te zien hoe mooi alles ingepakt is, kunnen we het eindelijk gaan openmaken. Jingle bells, sparkle all the way. Ook is het pakketje nog versierd met confetti, wat de boel toch wel extra feestelijk maakt. Ik deed dat wel, maar ik heb geen idee of je dat ook zag op beeld. Zag je iets van de confetti? Ik hoop het. Oké, alle producten die niet apart in een zakje zaten, heb ik nu laten zien. En dan ga ik nu de zakjes openmaken. En dan begin ik met deze. En deze rinkelt een beetje. Ik hoop dat het nog heel is wat erin zit. Het is in ieder geval heel mooi lichtblauw papier met kerstbomen erop. En ook een sticker van een kerstboom erop. Dat vind ik trouwens heel leuk aan dit soort zakjes. Als de binnenkant een andere kleur heeft, dat je hem dan zo om kunt vouwen met een sticker erover. En dan zie je toch nog een randje van de binnenkant en het mooie patroon aan de buitenkant. En in dit zakje zit... Oh, wat leuk! Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Oké, er zit nog een lintje in. Dit keer groen met gouden tekst met fijne feestdagen erop en gouden sterretjes. Maar wat ik extra leuk vind, zijn dit soort kleine details. Hier zie je bijvoorbeeld een hele kleine staf van Sinterklaas in het goud. Ja, dat is toch super leuk om op een cadeautje te plakken. Echt zoiets wat Sinterklaas zou moeten inslaan. En ook voor kerst zie ik hier een aantal hele leuke hangertjes. Houten kerstbomen in het zilver, in het wit en nog een kleintje in het zwart. En er zit dus overal een gaatje in, zodat je er een touw doorheen kunt doen. Misschien zoals een van de touwen die ik net liet zien. Die rode of groene met gouden details. En hier nog een mooie gouden ster. Dit is ook heel erg leuk om in je bullet journal te gebruiken. Om aan je leeslint te hangen. Zodat je dus weet bij welke pagina je bent gebleven. Maar het is natuurlijk ook heel leuk op een cadeautje. Dan ga ik door naar het zwart-witte zakje met gouden tekst. This is awesome. Ik vermoed, als ik dit zo voel, dat hier iets van kaarten in zitten. Of iets van papier. Misschien is het ook wel een papierblokje. Ik vind dat altijd zo leuk bij van die mystery pakketjes of van die surprise bags. Om dan eerst even te voelen wat je denkt dat het is. En dan te kijken of het dat daadwerkelijk was. Of dat het misschien iets heel anders is. Oké, wat er in dit zakje zit is inderdaad een papierblokje. Oké, het waren dus geen kaarten, maar wel een papierblokje. Memo staat erop. Het is er eentje van Studio Stationery. Een vierkante met een beetje, ja, okergele details wil ik het wel noemen. Ook handig als je misschien een klein berichtje bij een cadeautje wil schrijven. Dan heb ik weer dit cadeautasje, maar die had ik je natuurlijk zo net al laten zien. Net als de plantenstickers, die wel echt heel erg vrolijk zijn. Leuk. En ik denk ook, als ik het zo zie, dat ze ze misschien wel zelf ontworpen heeft. Want er staat verder geen andere merknaam op. Gaan we door naar het hele kleine zakje. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik vermoed dat daar iets van tags of zo in zitten. Het is dus dit roze zakje met gouden details en een gouden kerstboom erop. Qua formaat zou dit wel heel goed tags kunnen zijn. Gebruik je eigenlijk gift tags bij een cadeautje? Ik vind het altijd wel heel erg leuk om daar of een naam op te schrijven van iemand of alvast een kleine hint over het cadeautje. In dit zakje zitten, ja, volgens mij zijn het gift tags. Verschillende soorten. Eentje met kerstcadeautje voor. En dan kan je er een naam op schrijven. Twee verschillende hartjes. Een beige en een bruin hartje. Voor de iets chicere cadeautjes. Dan hebben we juist een hele vrolijke die leuk is om bij een bloemetje te steken. Want op dit kaartje staat, dat verdient een bloemetje. En de laatste is eigenlijk meer een soort mini kaartje. Het is geen gift tag, want er zit niet een gaatje in om een lint doorheen te doen. Maar dat zou je natuurlijk zelf wel kunnen maken met een perforator. Maar ook als mini kaartje is die heel leuk. Ik vind het echt een feest dat ik dit soort pakketjes mag openen. En we hebben nu nog 3 zakjes om te openen. Dus ik ga gewoon weer vrolijk door met het zakje met de hartjes erop. With love staat erop. En ja, ik denk dat dit dan wel kaarten zijn. Als ik het zo voel. Ja, volgens mij zijn het kaarten. En wacht eens even, dit komt me bekend voor. Volgens mij is dit een kaartje gemaakt door Romy van Mouchable. Ja, het zat op de achterkant. Oh, wat leuk. Dat vind ik wel heel grappig, want Romy is een vriendin van me. Dus heel leuk om dan in zo'n surprise bag haar kaartje terug te vinden. Ook zit er dit leuke kaartje in van Studio Kukeluus. Dat vind ik ook heel leuk, want haar volg ik op Instagram. En naast de 2 grote kaartjes zitten er ook nog 2 mini kaartjes in. En deze zijn ook heel erg lief en vrolijk.
Eentje met regenbogen en eentje met veel lies. Hip hip hooray is wat er op het volgende zakje staat. En aan dit zakje zit ook een beetje confetti geplakt. Ik denk dat het dezelfde confetti is uit de doos. Dus dat er niet nog losse confetti in dit zakje zit. Oeh. Dit is leuk. Dit is leuk, want het zijn stickers. Oh, stickers vind ik altijd leuk. Op cadeautjes, op post, in mijn bullet journal, in mijn agenda, overal stickers. Altijd stickers. Sommige stickers hiervan die heb ik wel eens eerder gezien, zoals dit panterhartje. Dan hebben we hier gouden kerstbomen op witte sluitstickers. Hier een sticker met tekst. Fijne feestdagen staat erop. Nog eentje met tekst, maar ik houd hem op de kop. Oeps. De mooiste tijd van het jaar met een gouden ster erboven. Dan hebben we hier een naamsticker van de Sint. De volgende sticker is weer zo'n banner, zo'n vlaggetje. Sparkle all the way, dat vind ik een hele leuke tekst. Hier hebben we weer een huisje in Sinterklaas thema. Op de volgende sticker staat... Oh, het is een regenboog. Wat leuk, zo'n eentje kende ik nog niet. Een regenboog met een klein hartje eronder. Dan hebben we hier weer een gouden sticker, Sweet Things Inside. Dat is natuurlijk extra leuk als je het misschien op iets zoetigs plakt. Op zoetigheid, chocola. Kijk, chocola is altijd een goed cadeau natuurlijk. Cadeautje voor jou staat er op deze sticker. Dan hebben we hier twee stickers die wel goed bij elkaar passen. Eentje met lies en eentje met voor jou. En het leuke hiervan vind ik dan dat het qua kleur goed bij elkaar past. Dus dan zou ik het op cadeautjes plakken die bijvoorbeeld voor dezelfde persoon zijn. Oh nee, ik laat weer wat vallen. Hier hebben we twee Happy Birthday stickers. En ik vind het beide hele mooie kleuren, zeker voor het najaar. En dan heel erg leuk met die gouden letters erop. Hier nog meer kerststickers. En deze passen heel goed bij het zakje wat ik eerder heb geopend. Volgens mij was dat van hetzelfde merk. En hier nog eentje met gouden hartjes erop. Ook heel erg leuk. Deze is natuurlijk ook leuk, gewoon voor een verjaardag, voor een bruiloft of voor Valentijnsdag. En dan ga ik even kijken waar ik die andere stickers nou heb gelaten. Misschien liggen ze op dezelfde plek. Doen jullie dat ook wel eens? Dat als je iets laat vallen, dat je dan nog iets laat vallen om te kijken waar het heen rolt in de hoop dat het op dezelfde plek valt? Of ben ik de enige? Dit zijn de laatste stickers. Een donkerrode met een gouden kerstboom. Dan weer eentje met Sint en Piet erop. Eentje met een gouden wortel voor het paard natuurlijk. Hip hip hooray met een gouden ster erboven. En dan deze nog met Just For You. En dan hebben we alle stickers gehad. Dan hebben we nog één zakje over met de tekst Sparkle All The Way erop. En dit voelt een beetje als een zakje met zakjes. Dus ik hoop echt dat hier cadeauzakjes in zitten. Want die vind ik altijd heel leuk om te gebruiken. Niet alleen voor cadeautjes, voor kleine cadeautjes. Maar ook om post in te versturen. Dus in plaats van een envelop verstuur ik het dan in een leuk zakje. Ja, zo te zien zijn het inderdaad zakjes. Oké, leuk, 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 leuk. En ook in verschillende formaten. En met verschillende soorten patronen erop zie ik nu. Ik begin met de twee kleine zakjes. Dat zijn deze twee. En dit zakje hebben we net natuurlijk al gezien. Daar zaten ook een aantal producten in. En dit is eentje met een soort vlekkenpatroon. Ik wil zeggen stippen, maar ze zijn niet rond. Dus het zijn niet echt stippen. Ze zijn wel heel erg leuk. Mocht je bijvoorbeeld iemand sieraden cadeau doen, dan is zo'n klein zakje daar denk ik wel heel geschikt voor. En de volgende zakjes die zijn allemaal een slag groter. Ik heb als eerste hier eentje met zebra's erop. Die print vind ik wel echt heel erg leuk. Dan zo eentje die lichtblauw is met kerstbomen erop. Die hebben we natuurlijk al eerder voorbij zien komen, want daar zaten ook producten in. Dan ook eentje die we eerder hebben gezien. Zo eentje met gouden hartjes erop. Eentje met heel veel vlaggetjes. Die is natuurlijk geschikt voor als er iets te vieren is. Van een verjaardag tot een diplomering tot noem maar op. Hier hebben we een zakje met kersen erop. Die is ook heel erg leuk. En nog eentje met een soort vlekkenpatroon. Ook deze hebben we eerder voorbij zien komen. En dan deze. Die is natuurlijk helemaal geschikt voor pakjesavond. En naast de typische 5 december print zoals de stoomboot, een chocoladeletter... Een mijter of het paard zie je ook van die snoephartjes met Sint en Pieter op. Dat vind ik wel heel leuk bedacht. En zo'n zakje is natuurlijk ook leuk in combinatie met die staf die we eerder zagen. En dan hebben we nu het hele surprise pakket geopend. Ik vind het echt super leuk dat dit soort dingen, dat ik dit kan doen, dat ik dit mag doen. En Marleen van Happy Crafting, dank je wel voor het opsturen van dit verrassingspakket.
Zoals ik aan het begin al vertelde, ik had dus geen idee wat hier precies in zou zitten. Ik wist alleen dat Marleen me iets op wilde sturen, dus dat is echt superleuk. En ze heeft er ook nog een kortingscode bij gedaan. Dat wist ik ook niet van tevoren, dus dat is natuurlijk ook een leuke verrassing. De kortingscode is vanaf vandaag een week geldig en is Elise15 in hoofdletters. En ik vermoed dat die 15% korting geeft gezien de naam, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik deel hem ook nog even in de beschrijving van deze video en hij is dus een week geldig. Ik plaats de link erbij. Mocht je iets leuks zien, is het natuurlijk altijd fijn om te shoppen met een beetje korting. Natuurlijk wil ik jou weer heel erg bedanken voor het kijken, want als jij mijn video's niet zou kijken, ja, dan heb ik ook niemand om ze voor te maken. Dus nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het heel gezellig dat je er weer bij was. Heb je nog een vraag aan mij of een ander soort video wat je graag wil zien? Laat het me dan vooral weten in de comments hier beneden. En dan hoop ik je heel snel weer terug te zien bij een van mijn volgende video's of misschien wel bij een van mijn livestreams. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot snel. Doei doei!